Hallo Apoletters en welkom bij Apolet. Vandaag ga ik een wereldspeler genaamd Skycrane. En ja, alle blokjes in het spel die zitten hier verstopt. En verstopt. Ze worden gewoon, overal liggen ze. En je kunt van alles gebruik maken. En als eerste ga ik hout hakken. Ja. Eerste pak ik wat hout. Wol en kan ik een bed maken. Dus dat mijn spawn point van. En ja, dan kan ik tenminste. Ah! Oh! Ja. Verlet. Dan weet ik tenminste waar mijn huis is. Waar ik spawn. Ja. Daar kan ik daar niet over zeggen. Hier is wol. Zo. 1. 2. En daar zie ik nummer 3. Ja, of ik nou gelijk een bed ga maken is, ja, dat denk ik niet. Ik ga eerst een kistje vinden, want hier zitten kistjes vanmorgen. Verstopt, zeg maar. Ik zie dat maar 2. Niet slecht verstopt, maar ja. Daar zitten heel veel spullen in en meestal zit er heel veel platform in. Stukjes platform in. Ik heb, ja, gewoon dirt of steen, dat noem ik hier gewoon platform om te bouwen. Dat is gewoon het voornaamste wat je nodig hebt en daar ga je voor. Kistjes zijn je enigste redding in dit spel eigenlijk, want voor de rest ben je uren bezig met alles vinden, anders elk kistje plukken, dat soort dingen. Maar ja, daar zit er een. En hier. Ik spring eens naar deze. Kan ik er bij beide bij. Zo, huppakee, 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 hey. Daar, 64 deur, de jungle sapling kan ik vet goed gebruiken. Een leather tunic. Ja, wat minder aan, maar ja. Is niet niks. Oh. Yeah, chill. Dit is echt fijn, joh. Ik heb een iron helmet. Dus geeft extra armor. Armor is keihandig in het spel, want je weet, je valt hier super vaak. En als je dood bent, ben je fucked up. Dus daarom gebruik ik dit. Ja, ik hak al een kistje kapot, want anders moet je extra maken. Of we zoeken voor nog een kistje. Ja, het is te dichtbij, dus dan pak ik hem toch maar. Als het ver weg was, dan maakte ik eerst mijn huis. Dus, er zijn hier best veel kistjes verstopt eigenlijk. Ik ga gewoon lekker op die hout. Kan ik gewoon altijd hout één voor één weghakken en dan heb ik nog extra hout. Hoppakee. Ja, chill. Nice. Een leather cap. Ja, net niks aan, maar ja. Ja, ook lekker weg. Ja, wat nu? Ik kan natuurlijk nog 3 wol extra pakken voor een tweede bed. Dat is gewoon chiquer. Ja, ja, dat doe ik. Chill. Zo. Oh, nog een kistje daar. Ik denk dat ik die goed pak. Het kost zo weinig moeite om zo'n kistje te pakken. Of ja, weinig moeite. Het ligt eraan of je een goede baan bent. Oh, ja. 2 fucking dicht bij elkaar. Daar, 2. En daar ligt erin. Oké, als ik ze allebei krijg, heb ik echt jackpot. Ja, daar ga ik voor. Oh, daar ga ik voor, mensen. Oh, daar nog één. Dit is echt abnormaal. 1, 2, 3. Oké, dan ga ik eerst hier een wegje naar boven werken. Holy. Ik zal het niet zeggen. Oh my god, nice! Chill, diamond chestplate! Diamond! Dat scheelt eigenlijk met die leather tunic. Oh my... Chill! Maar dit is echt een nice ding. Want hier, nog 2 kistjes erbij. Het gaat echt nice worden. Ja, daar. En daar. Dus... Als ik nu val, dan ben ik echt een lul. Ja, houten zwaard, die hou ik erbij voor als ik een spinner heb, dan kan ik tenminste weghakken. Vet veel spawn magma cubes, spawn gas, spawn zombie pigments, kou, spider, maar wat ik eigenlijk nodig heb, is spawn skeleton, zodat ik die bom kan laten groeien dadelijk, zodat ik flink wat hout heb. Maar ja, dat gunnen ze me niet. Leuk. Hier, water. Chill. Oké, het kistje zit onder het water. Wat ik nu ga doen is, ik ga dit water, ja,
Laat de goeie. Laat de goeie. Ik ga het uit laten breiden. Zo. Dat alles opzij valt. Dat ik één grote waterval heb. Dat, ja, ik altijd de weg terug kan vinden. Of pak gewoon die daar bij de sugarcane. Daar. Dat is beter. Ja, anders moet ik blokjes gaan verspillen om omhoog te komen. Ja, hier zo. Oh, diamond is gelijk. Ja, daar heb ik ook eigenlijk niks aan. Maar ja, hier gaan we. Zo, zo. Ja. Hoppakee. Dat scheelt. Wat nu ga doen is gelijk een platform maken. Hé, een kistje. Oké, ik maak eerst een platform voordat ik de kistje plaat. Diamond hebben we ook al gelijk. Als we die kunnen hakken straks. Oh, we hebben trouwens eigen leggings. Die hebben we nog jaren gedaan. Oh. Mijn armor is al bijna helemaal full. We hebben nog niet eens een pickaxe. Mijn armor is al bijna full. Dat is het show aan de kistjes. Ik krijg stuff. Gewoon uit niets. Maar je verdient het wel eigenlijk. Zoveel springen moeilijk doet. Vet veel mensen kunnen gewoon niet springen. En dan ben je low. Als je niet kan springen, dan ben je fucked up. Dan spring je steeds naast. Je springt te zacht. En dan val je ook naar beneden. Of je loopt gewoon zo heen en weer over één blokje. En dan val je. Klinkt raar, maar dat gebeurt echt. Als je paniek hebt. Hoppakee. Chill. Ja. Hallo. Oké, mijn deur is bijna op, maar het platform is ook al bijna goed genoeg. Dan ga ik over naar hout. Eerst is een crafting box, logisch. Zo. In mijn inventory. Ik heb al 2 buckets of lava, dat betekent dat ik straks een cobblestone generator ga maken. Alleen eerst dit. Oké, what next? Ik zet sowieso even mijn kistjes neer. Zo, daar komt straks de oven. Oh, die kan ik al. Chill! Hoppakee. Oké. Nou, ik denk dat dit wel even genoeg was voor deze aflevering. Ja, ik ga gelijk verder dadelijk met de nieuwe aflevering. Dus als je nu een comment plaatst, dan kan ik... Als je nu een comment plaatst over het geluid moet beter, dat is waarschijnlijk zo. Of iets anders, want ik heb nu geen microfoon ter beschikking. Ik kan het nog niet lezen, omdat... Ik kan het wel lezen, maar ik kan er nog niks aan doen, omdat ik eerst nog een paar afleveringen achter elkaar doe. Daarna zou ik toch kijken naar de comments. Oké, ja, ik zal er wel op reageren in ieder geval. Ja, dat was het dan voor vandaag. En doei doei, tot de volgende keer.